Het Levenslied praten mensen met elkaar over de zin van het leven en de betekenis van de dood in hun bestaan. Vanavond met Gerard Reve en Elko Brinkman. Hij wilde de man van het volk worden. En voor zijn CDA ging hij door het vuur. Hij zei van, ik zou zo lang met CDA blijven strijden tot ik mijn laatste zucht doe. Zijn motto, een man een man, een woord een woord. En als het moeilijk gaat, moet je gewoon nog wat harder werken. Op 37-jarige leeftijd al minister van WVC. Al kostte die C van cultuur hem af en toe stevige hoofdbrekens, ook daar had hij zo zijn eigen ideeën over. Een schrijver die in veler ogen, ook die van collega-literatoren onder wie de juryvoorzitter, stelselmatig sarrend en schofferend de grenzen van het fatsoen in ruime mate overschrijdt, waarom zou die publiekelijk geëerd moeten worden? Leendert Cornelis Brinkman werd geen premier. Nou, dat betekent dus praktisch gesproken dat ik onze fractie heb meegedeeld. Met ingang van heden, mijn functie heb neergelegd. Nu als werkgever de bouw gaat hij een nieuwe uitdaging tegemoet. Tweede gast is Gerard Reve. Slapeloos. In de nachtwind, als ik niet slapen kan, hoor ik de toorn en het lijden van God. Maar boven de storm uit... Gerard Cornelis Reve, waarschijnlijk Nederlands bekendste schrijver. 72 jaar geleden werd hij geboren in Amsterdam. In 1947 maakte hij zijn debuut met De Avonden, een inmiddels verfilmde bestseller. Ik heb genoeg ideeën voor een heel boek vol met mensheidreddende ideeën en dergelijke. Veel te veel ideeën. Maar Reve is minstens zo bekend geworden door zijn grote voorliefde om te provoceren. Zijn uitspraken over God als een ezel brachten het zelfs tot de Tweede Kamer en de Hoge Raad. En je kan wel zwaarmoedig zijn. En je kan conservatief zijn. En reactionair zijn. En fascist zijn. Maar dat kan ik allemaal wel zijn, al die vreselijke dingen. Maar ik heb er muziek bij gemaakt. Daar gaat het om. Na 16 jaar in de Franse Alpen woont hij nu in België. Hij hoopt ooit nog eens het absolute meesterwerk te schrijven dat alle andere boeken overbodig maakt. Op de Bijbel en het telefoonboek na. Ja, misschien kunnen we een aardig gesprek maken. Als het niet lukt is het ook niet zo erg. Maar het bijzondere aan die man vond ik eigenlijk wel... Dat het een heel fatsoenlijke man is en misschien iets te fatsoenlijk. En dat hij dus de dingen veel te veel aantrekt. En dat hij het allemaal veel te belangrijk vindt, de politiek. En dat hij denkt om de problemen. De wisseling die we hebben gehad en ik voelde me wat betrapt. Achteraf, toen ik in de ministerraad een brief zat te schrijven, terwijl er het soepen- en aroma-besluit en dat soort vreselijke zwaarwichtigheden aan de orde waren. En ik leefde inderdaad een beetje met het idee, een minister die moet alles serieus nemen, die kan dus niet een brief aan een beroemde volksschrijver gaan zitten schrijven, terwijl zoiets gewichtigs als het soepen- en aroma-besluit aan de orde is. Achteraf ben ik eigenlijk heel blij dat ik dat gedaan heb, omdat dat in ieder geval een begin van relativering van de zwaarwichtigheid. Nee, kijk, ik vond dat u dat heel goed deed en dat u altijd ter zake was. Dat die mentaliteit dat iedereen die van een andere partij is, eigenlijk niet hoort te bestaan. Want dat is de sfeer in Nederland. Aan die sfeer hebt u nooit meegedaan. Ieder mens was voor u altijd een mens, gewoon als een andere. Maar dat is toch ook een beetje de opdracht van mensen om... jezelf niet beter te achten dan een ander. Dat klinkt nou vreselijk als van een preekstoel komend. Maar in die sfeer en mentaliteit ben ik ook wel een beetje groot gebracht. En dat beschouw ik ook wel wat,
Dat is een soort bestaansrecht voor mensen. Ze hebben een zekere verantwoordelijkheid om er wat van te maken. De een die heeft misschien wat meer talenten dan de ander, maar je moet niet alleen maar de lolletjes in het leven zien. Je moet ook inderdaad er stevig voor werken. En als het tegen zit, wat harder werken. En waar ik wel eens om moest glimlachen, met alle waardering voor de relativering die je in je werk aanbrengt, dat je tegelijkertijd, en zo heb ik het in de loop der jaren eigenlijk pas leren ontdekken, dat je als het ware die lolletjes en die relativeringen gebruikte om de mens naar de kern van het leven te brengen. En, Ik probeer alle middelen te gebruiken om tot de diepte te geraken en mensen te ontroeren en te zeggen, dit is eigenlijk waar het om gaat. En al het andere is bijkomstig. Waar gaat het om? Waar gaat het om? Ja, de liefde en de dood. En alles gaat eigenlijk over de dood. Kijk, bij een klein kind, hè, is de dood bestaat in sprookjes. Hè, de wolf eet de geitjes op, maar later moet hij ze weer uitspugen. Hè. Boven hem komen die kinderen er weer uit. En dan komt er een tijd dat een schoolvriendje er niet meer is, weet je wel. Dat zit niet meer in die bank is leeg, die plaats. Dan begint ook iets te dagen en dan krijg je misschien, als je 12, 13 bent aan een begrafenis, dan ga je er naartoe. En om de groeven wordt dan bij het Wismie gezongen door het schoolkoor. Dat gebeurt ook al niet meer, want die kinderen mogen niet naartoe, want het is zo eng. Je mag niet naar een begrafenis toe, dat is natuurlijk helemaal fout. Een kind is bij uitstek geschikt. Het is lang niet zo erg voor een kind, ja, tenzij het natuurlijk de eigen moeder of de vader is. En dan wordt de dood iets wat heel ver weg is, of althans iets wat een ander overkomt, maar niet jou. En dan, zeg maar 35, 40, dan wordt de dood zichtbaar. En dan wordt hij een vijand, en dan wordt hij daarna een tegenstander, en dan wordt hij een reisgezel, en dan wordt hij een vriend, en dan wordt hij minnaar. Ah, dat zo hoort het te gaan. Ja, zo hoort het te gaan. Maar als je onlangs meemaakt dat iemand van ergens midden in de 40 zomaar plotseling uit het leven weggenomen wordt, of althans een korte ziekte, dan kun je er niet meer in die termen denken. Maar, dan kom je in een soort opstand. Ja, opstand, wat heeft dat nou voor zin? Ja, maar je hebt misschien is dat meer iets voor iemand van middelbare leeftijd, zoals ik, maar je wil nog zoveel. Bijbelse opstand van de Satan of zoiets? Nee, gewoon een emotionele, bijna weerzin van dit is niet normaal. Die meneer of mevrouw is nog geen 75 of 80. Wat zou je kunnen zeggen, nou, het is min of meer de natuur der dingen. Dus ik denk dat ook iemand op zijn 80ste nog. Principieel vind ik dat niet slecht. Hoe eerder weg, hoe beter. Nee, dat kun je niet menen. Natuurlijk. De dood is toch veel beter dan te leven? Nee, dat vind ik een somberheid. Waarom? Alsof er niet heel veel te maken zou zijn van het leven. Ik bedoel, er is toch, ja, dat is niet alleen maar vrolijkheid, dat begrijp ik wel. En er is natuurlijk best eenzaamheid. Ja, ik leef het omdat het me opgelegd is, maar ik vind het geen pretje. Nou, kom, dat speel je. Je hebt toch plezierige momenten en minder plezierige momenten. Ik kan me niet voorstellen dat je elke dag zit te somberen van, nou, hè. Ik zou blij zijn als het weer avond is en als nou eindelijk het eind van het leven daar is. Dat kan ik me niet. Ik vind, 's morgens sta ik op, dan denk ik, God Christus, nog een toezeg, begint het weer. Houd het nou nooit eens op. Maar ieder mens heeft toch wel iets in zich van, ik wil er wat van maken. Als je dat kunt en als je in omstandigheden zit waarin je ook nog een beetje perspectief ziet. Maar ik kan me best voorstellen dat iemand die met geweldig veel lichamelijke klachten zit of die psychisch helemaal in de knup zit. Elk dier heeft doodsangst. Alle leven verzet zich tegen de dood. Alle leven wil eeuwigheid. Maar dat is er niet. Dat wil zeggen, ja, dat kan wel natuurlijk. Dat sluit ook niet uit. Maar ik weet niet wat beter is. De eeuwige rust of even kijken. Ja, dat had ik kort na de dood van mijn moeder. Deze ervaring vond ik erg interessant. Erg mythisch. Het eigenaardige is dat ze met iemand in een woud wandelt die ik kende, maar van wie ik toch niet wist wie het was. En die voortdurend zijn gezicht afgewend hield. Letterlijk, of droom. Een droom, dat droom je. Droom, ja, dat was een droom, ja. Werkelijk gehad. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde,
verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die pasten bij haar jurk. Je spreekt... En ze is nog mij verschenen in jaren later. In de nacht met haar 6 kinderen. En dat was ook heel, heel leerzaam. Maar dat was in Frankrijk. Dat was 14 jaar na haar dood. 2 keer 7 keer. Heb je er spijt van dat je toen je moeder nog leefde niet... meer contact met haar heb gehad of niet naar haar heb geluisterd? Want je zegt het nu in de zin van, ja, net zei ik, ben liever dood. Nu zeg ik, ik heb er spijt van dat ik contact met mijn moeder heb gehad. Ik heb niet genoeg van mijn moeder gehouden. Dat is een groot, enorm schuldcomplex, maar dat doe ik ook wat mee. Maar, dat komt ook in mijn boeken voor. Ik maak, wat is, zoals ik het noem, ik maak de muziek bij. Ik val er andere mensen niet letterlijk mee lastig. Ik heb ervaringen gehad die genoeg zijn om het leven van 3 heiligen te vullen. Maar de bakker geeft er geen brood voor. Maar heb je niet het gevoel dat je, als je aan het eind komt van het leven, dat je... Ja, nou, een monument is nou iets typisch Frans, een groot gebouw met een groot pilaar ervoor. Maar heb je niet het gevoel van, ik wil toch ook een beetje... herkend later worden als de man die dit of dat heeft gedaan, die het land die in die richting heeft gewezen. Ja, die ambitie heb ik ook, net als iedereen, anders zou ik niet gezond zijn. Mijn werk is meer dan dat voor andere mensen. Kijk, alle kunst is religieus en elke religie heeft een artistieke pretentie. Maar in mijn werk wordt de lichamelijke erotiek, de sociale erotiek en de religieuze erotiek idealiter verenigd. En dat wil ik tot zijn recht doen komen. Maar ja, het heil der mensen, daar kan ik niet zoveel aan doen. En in een verbetering van de maatschappij, nee, daar geloof ik niet in. Verandering wel, maar niet verbetering. Maar als je nu, om maar eens een simpel voorbeeld te noemen, als nou in de atmosfeer waarin mensen met elkaar omgaan... Het contact iets kan zijn van, ja, waarin kunst en de religie en waarin in het algemeen het sociaal omgaan met elkaar weer een iets grotere plaats krijgen. Waardoor je als het ware ook naartoe geleid wordt om de dingen samen op te pakken. En waardoor je als het ware niet alleen maar met de narigheid en de ellende wordt geconfronteerd. Ik wil het niet te rozig voorstellen, begrijp me goed. Maar we leven in een wezenlijk kunstvijandige maatschappij. En wat nu kunst moet voorstellen, dat is om op te schieten. En we leven ook in een maatschappij dat progressief betekent atheïst, rationalist. Dus met de reden heeft het leven geen enkele geldigheid. Dus zou mijn stelling zijn, er is behoefte aan iets, en dat is niet alleen maar normen en ideologie, maar behoefte aan een zekere mystiek iets of iemand waar je in gesprek mee kan zijn, waar je... Ook mee bezig kan zijn in de zin van, er is toch wel iets meer dan alleen maar elke dag zien hoe het 12 uur wordt. Dat mystieke, dat gevoel van er is ook nog een andere wereld, er is nog een ideaal waar we naartoe leven. Dat kan best de huidige wereld zijn die misschien... Ik heb er op mijn manier allemaal toe bijgedragen. Ik heb in allerlei organisaties gezeten. Nou vind ik het wel genoeg en dan werk ik aan mijn werk. Want mijn werk is misschien het enige, als er iets is dus waarmee ik... mijn geliefde volk en de mensheid een dienst kan bewijzen, dan is het dat werk en ik deugd nergens anders voor. Dus ik heb geen zin in een partij of in een vereniging of wat ook. Ik wil wel overal bij horen, maar ik kan het niet. Het lukt niet. Mijn ideeën zijn te totaal. En ik vind dat de mensen vaak over de dingen praten en niet tot de kern kunnen komen waar het om gaat. Dat je zegt, het gaat niet daarom eigenlijk. Maar jij, stomme idioot, het gaat niet daarom. Dat is bijzaak. Dat is de zaak. Maar dat hoeft toch ook niet allemaal in grote verenigingen? Maar ik ga toch niet getuigen of zoiets in een land dat over 500 jaar helemaal niet meer bestaat. Maar, Elko, zo heet je toch, hè? Ja. Als ik niet Gerard heette, zou ik Elko willen heten. Dank je zeer. Maar ook alleen dan, hoor. Dank je zeer. Maar luister nou eens. Je gaat dood. Je wordt begraven. Mensen treuren. Bloemen. Lied. Psalm zoveel.
42, het heigend hert ter jacht ontkomen. De eerste psalm die we leren op de lagere school. Hè? En hoe zou dan willen dat de mensen je in gedachten zouden hebben en zouden herdenken als wie of wat? Ik denk dat ik per saldo toch vooral in gedachten zou hebben wat mijn kinderen en mijn vrouw en mijn naaste omgeving dan zou vinden. Was die er als het nodig was, niet in de zin van kwam die s'avonds thuis eten, maar was daar een contact. Ik denk dat ik dat belangrijker vind dan dingen als, ja, ik heb spaarzaamheid gepredikt, zorgzaamheid, duurzaamheid, allemaal mooie politieke noties waar ik ook uren over zou kunnen vertellen. Waarvan ik denk dat het belangrijk is en waarvan ik ook vind dat dat doorgedragen moet worden door de generaties heen. En als je op je duvel krijgt daarvoor, nou, dat zij zo, dat is dan je lot in zekere zin. Niet om daar zielig over te doen, maar dat is ook je taak als politicus. Maar als je dus vraagt van hoe wil Brinkman uiteindelijk herinnerd worden, dan hoop ik dat ze toch zeggen, nou, we hebben misschien hem niet zo vaak gezien thuis, maar per saldo, ja, dat was toch iemand die aandacht voor ons had, die iets van die zorgzaamheid waar je dan in vreselijk abstracte begrippen over kunt spreken, die dat ook zelf tentoon heeft gespreid. En ik weet hoe moeilijk het is in de eeuwige slag om de agenda om er te zijn, om daadwerkelijk iets voor mensen te kunnen betekenen, niet met een mooie wet of een grote organisatie, maar gewoon heel feitelijk, bijna heel fysiek aanwezig te zijn. Nou, ik hoop dat dat herinnerd wordt. Dat vind ik veel belangrijker dan ergens een stukje in de Winkelprins. Maar jij? Ja, herinnerd worden. Ik heb altijd gevoeld dat zulke zware plichten op me rusten, dat ik er toch nooit aan kon voldoen. Dus het is een soort gelatenheid dat ik zeg, ik zou het wel allemaal willen doen. En ik heb het ook wel voor mensen over als het erop aankomt. Maar ik kan het niet volbrengen. Maar kijk, je zegt, hoe vind ik dat ze toen, wat ze dan moeten van mij moeten zeggen. Ach, dat is zoiets fictiefs. Maar je leeft nu en je stelt je dat toch voor. En je hebt dan een mening. Die dan in dit moment dat ik zeg, nou, ik zou het wel aardig vinden als ze zouden inzien dat ik voor mijn werk geleefd heb. En dat ik geleefd heb al proberend om de mensen iets duidelijk te maken wat het diepste in mij was. En dat ik probeerde het allerbeste te geven. Mm. En dat ze bijvoorbeeld, dat er 5 of 6 gedichten of 1 hoofdstuk van 1 boek zal overleven. Niet dat ze een straatnaam noemen, in godsnaam niet, want dan ben je... Is het, ben je, maar het gaat je toch niet alleen maar om goud op snee, die deelbundels in de postelijke bibliotheek. Nee. Dus dat, maar dat toch een aantal mensen blijven beseffen, dat heeft hij geprobeerd. En soms is het gelukt en soms niet. Dat ze dus niet dat ze een gunstig beeld van me hebben, maar dat ze een zo juist mogelijk beeld hebben, hoewel ik dat allemaal niet kan peilen. Nou, mooi is natuurlijk een heel mooi graf. En een bedevaartplaats voor katholieken. En een bedevaart voor homoseksuelen. Die dan schreiend op een verjaardag kleine blauwe viooltjes op een graf strooien. En muziek en zo. En een pracht van een begrafenis. Mogen we ook reformeren komen, Gerard? Maar ook een hele mooie begrafenis, werkelijk, weet je wel. Met muziek en geweldig. En gedragen worden door... Het laatste stuk, want die zusters kunnen dat niet allemaal dragen. Het laatste stuk dus door de orde van de zusters van liefde of van het Allerheiligste Hart. En dan op mijn kist staand. Dus het glas gaat eraf en de deksel of een plank gaat erop. En 2 katholieke zevenkenners die 2-stemmig zingen. De 1 met de gitaar. En die dan die grote hymne die Leid geschreven heeft in 18 zoveel bij ons Heer. Ik ken het in het Nederlands niet, de rijmvertaling, maar het is blijft bij ons Heer, want het is avond geworden, de nacht valt. Het is toch ook dat erbij was meer een zinspeling op het Emmaüs verhaal. Een beetje feest vieren, een beetje pret ervan maken. En ook wel op die zerk mogen gaan zitten en wat eten of een sigaret opsteken, geen flauwekul. Maar voortbestaan, ja,
ik weet niet of ik dat moet ambiëren. Dat is de kwestie. En waar ben je dan en wat kun je dan doen in dat nieuwe leven? Kun je dan, krijg je dan weer kans om iets te doen? Ik bedoel niet groter en belangrijker te worden, maar iets te voltooien van wat in je woont. En dat zegt, je moet het vertellen, je moet het zeggen, je moet het uitspreken. Misschien is het wel voortleven naar een nieuwe generatie. Ik heb altijd het idee gehad dat er iets in mij was dat veel te groot en ambitieus was. En dat ik niet wilde zijn of wilde hebben, maar dat ik wilde verwezenlijken, uiten. Nou, maar misschien is dat, dat... In dat opzicht ben ik geen egoïst, want ik stel me in dienst van iets dat er veel groter is dan ik, veel belangrijker is. Nou, Gerrit, misschien is dat hier namelijk wel iets als de volgende generatie, het nieuwe leven aan wie je gedachten, je ervaringen overgeeft. Waar het denk ik om gaat is, in dat hiernamaals, dat je niet meer de hele dag in gedachten lastig gevallen wordt of feitelijk lastig gevallen wordt met allerlei gedoe. Geen kunstenaars meer over de vloer. Jammer. Dat is mijn ideaal, zeg. Nee, dat vind ik... Nooit een kunstenaar in je huis laten. Achter je rug legt die raam. Waren er maar meer kunstenaars in de kerk. Wat vandaag nodig heeft, is dat er weer iets terugkomt van een... nogmaals, dat mystieke waarbij je toch ook teruggebracht wordt in het irrationele, waardoor je eens even de dingen op zijn kop zet. Dat gebeurt nou allemaal wel en het lijkt logisch en normaal. Katholieken in het volgende leven, die maken veel kunst. Ja, maar dat was zo gek nog niet. Al die witte kale kerkinterieurs. Ik weet niet of dat de brug naar het hiernamaals nou zo begaanbaar heeft gemaakt. Soms denk ik wel eens, hebben zoveel met die beeldenstorm weggehaald, dat het begrip voor het andere, voor het irrationele, voor eens even de dingen op zijn kop zetten. Want het is niet zo vanzelfsprekend en zo realistisch als je zegt dat het is. Komt nooit meer goed. Jawel. Maar, als je nou zo'n mooi gedicht voorleest, dan komt het vast weer goed. Oh, toch wel een leuk gedicht. Ik heb dat van tevoren. Ik kan nooit iets vinden. Ja, eind goed, al goed. Ik staan. Ja, een herkenning. Nu weet ik wie gij zijt, de jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem, o dood die waarheid zijt, nader tot u. O, dit is mooi. Roeping, dat is volgens Boudewijn Buger, een fascistisch gedicht. Het lievelingsgedicht van Wijlen, minister De Koning van Sociale Zaken. Roeping. Opgedragen aan de zusters van liefde te weer ten orde. Is dat. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een God is. Zo is het. Zo, dan weet je het, hè? Zo is het. Mogen Gods genade en troost door zijn zoon en hem en zijn moeder zijn met u en met alle die u lief zijn.